Goedenavond, welkom bij Nova. Je huis verkopen in crisistijd, dat gaat niet makkelijk. De verkoop van huizen is zowat gehalveerd vergeleken met een jaar geleden. Maar niet getreurd, de Nederlandse makelaars organiseren vandaag een open huizendag. Nova's eigen tv-makelaar Jan Eikelboom ging naar Almere. Goedenavond. De Nova TV-makelaar is vandaag de gast in de eilandenbuurt in Almere. En alleen al hier doen vandaag 45 woningen mee met de Open Huizendag. Sommige van die huizen staan al meer dan een jaar te koop. Goedemorgen. Wij zijn van Nova. We komen even kijken voor de open dag. Kom verder. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Wij zijn van Nova. We komen eens kijken hoe het gaat met de Open Huizendag. Oké. Okay. Ja, het nog maar één bezoeker gehad, dus op zich ging. Dus, Nou, we hebben al zoveel bezichtigingen. Namelijk? Nul. Ja. De deur gaat meteen open. Ja, natuurlijk. Goedemiddag. Wees welkom. Goedemiddag. Ja. We komen even kijken bij de Open Huizendag. Oké. Okay. Ja, dus, die is hier absoluut. Ja, hoe gaat het? Wees welkom. Tot nu toe één kijker. Ja, het is natuurlijk nog maar anderhalf uur open, dus... Startend, zullen we zeggen. Ja, en afwachtend. En hoe lang staat het huis te koop? Ons huis staat bij deze makelaar, ik denk net anderhalf, twee weken. En daarvoor bijna twee jaar bij een andere makelaar. Dit is de woonkamer inderdaad. Ja. U heeft de open haard aangedaan. We hebben de open haard aangedaan. Dat geeft wat meer sfeer, om het zo maar even te zeggen. Hoeveel mensen zijn er de afgelopen drie kwart jaar wezen kijken? Eén. Eén, ja. Eén maar? Eén, ja. Dat is niet veel. We hebben de afgelopen maand hebben we twee bezichtigingen gehad. En het staat nu twee maanden bij de nieuwe makelaar, zeg maar. Dus, en bij de vorige makelaar? Daar hebben we er in een jaar eentje gehad. En hoeveel mensen zijn er in al die twee jaar wezen kijken? Twee. Vandaag dus één en een hele tijd geleden één. Hier hebben we drie slaapkamers. Dit is de slaapkamer van onze oudste jongen. Die is, er zijn eigenlijk twee grotere slaapkamers, beide van dit formaat. Het huis is van alle gemakken voorzien. Het is ook strak, strakke afwerking. Er moet ook je smaak zijn uiteraard. En dan zeg je altijd van, ja, er moet maar één iemand tussen zitten die het dan mooi vindt en die koopt het. Die heb je altijd nodig. Je moet één iemand hebben die het ziet zitten. Ja. Dat zegt de buurman ook. Ja, dat weet ik. Dat. Gelukkig is dat een heel ander soort huis. Zijn jullie mekaars concurrent? Ja, ik denk dat je allemaal dezelfde vijver vist. Allemaal op zoek naar die ene natuurlijk. Staat er veel te koop hier in de straat? In Almere? Ja, deze halve straat staat te koop. Echt waar? Ja, echt waar. Nou, ik geloof dat ze nu vier of vijf te koop staan hier in de straat. Dus dat is... Hevige concurrentie. Ja, hevige concurrentie. Vandaar dat dit ook nu te koop staat via het bieden en wonen concept. En wat is dat? Dit huis wordt op 10 april geveild. Via het internet. En als je dan ook nog ziet dat er eentje dik onder de vraagprijs van de rest gaat zitten... en die zich aanbiedt als een veiling. Ja, dat is dan best wel cru. Nou, de tweede verdieping. Met een hele ruime slaapkamer. Nou, hier in de kamer van de oudste. Hé, hey, schat. Hey, ma. Hey, Miro. U heeft de moed nog niet opgegeven? Als het dus met bieden en wonen straks op 10 april echt niks wordt, dan weet ik niet meer hoe wij verder moeten. Want dan heb je alle concepten gehad. En dan is het gewoon, dan weet ik het ook niet meer. Blijven wonen? Dat is niet betaalbaar voor ons meer. Er zijn zoveel dingen veranderd in ons leven. Wat dat betreft helaas, recessie waarschijnlijk. Maar dat is geen optie voor ons. U moet er dus echt We moeten echt verkopen. En daarom nu dus ook via bieden en wonen. Dit, en de open dag. We hopen dat dat het wordt. Wij hebben voor 2,45. Dat staat nu voor 2,42 te koop. En we hebben aanbiedingen gehad van rond de 210.000 euro, 2,20. Nou goed, dat
daar ga ik niet voor verkopen, daarna, dan laat ik het staan. Wij vinden het nog steeds een reële prijs en we willen ook niet veel meer zakken. En als iets van, nou, dan staat het maar langer te koop. Want ja, je kan niet geld erin blijven stoppen door je prijs te verlagen. Ja, dus mensen die nu zitten te wachten in de hoop dat het nog veel lager gaat worden? Die geef ik heel weinig kans, want wij hebben gewoon onze bodemprijs bepaald. Er is nog wel iets onderhandelingsruimte. Maar dan moet je echt niet denken aan tienduizenden euro's. Dat is niet meer mogelijk. Dus... Volgens de makelaars zijn 110.000 bezoekers afgekomen op de open huizendag. Of die ook gekocht hebben, is niet duidelijk.